Ja, goedemiddag heren. Middag. Hebben we hier nou een nieuwe kracht? Wat ja, hebben we? Ja, bijna wel hè. Ja? Ja. En vertel, het is van een tijdje terug, hoorde ik het al waaien, ben ik het komen verifiëren. Ja. Maar jij gaat gewoon stoppen met de zaak. Ik ga stoppen. Met Ietsma. Met Ietsma. De zaak blijft wel Ietsma. Ja. Ietsma zelf, die houdt er eindelijk eens een keer mee op. Ja, want hoe lang heb je de zaak nu gedraaid hier? Ik heb ongeveer 33 jaar hebben we de winkel gedraaid. Daarvoor was ik al als installateur een beetje bezig. En nu vonden we het eigenlijk wel weer welletjes. Ja, maar het is inderdaad, het is wel een ding. Want dit zijn toch vaak van die winkels waar mensen bij wijze van spreken tot hun dood werken, zeg maar. Ja, ja, ja. En mag ik vragen wat je dan nu gaat doen? Ik ga eigenlijk mijn oude vak weer in. Het is niet de bedoeling dat ik nog heel hard ga werken. Ik wil er eigenlijk weer stoppen. Beetje afbouwen? Ja, afbouwen. Maar hoe oud ben je? Ik ben 57. Oké, okay, ja. Dus, maar, ja. Maar dat is nog niet de leeftijd dat ik achter een rollator wil gaan lopen. Nee. Ik wil lekker nog... mijn oude vak is eigenlijk elektricien. En ik heb dat ook altijd bijgehouden. Dus ik ben daar nog een beetje aan het bijscholen. En straks elektriciteit wordt weer de toekomst, hè? Elektrische auto's, zonnepanelen, verzin het maar. Goed punt, ja. Het is straks een heel hot item. Ja. En verzekeringen stellen daar ook straks steeds meer hogere eisen aan. En in die markt wil ik een beetje nog gaan meezitten. En dat doe je dan als zelfstandig of ga je ergens in loondiensten? Ik denk net niet dat ik in loondienst was. Nee, nog bij een baas, dat is toch wel even wennen dan. Ik heb dat 1 jaar geprobeerd en toen kwam ik erachter dat ik daar niet geschikt voor was. Nee, dat is heel duidelijk. Ja. Het is wel een hele stap, maar dat is ook wel mooi. Maar dan hebben we daar Robin. Hey, Robin is natuurlijk ook een bekend gezicht. Ja. We kennen jou van verschillende dingen, maar ook van Minet. Ja. Klopt. En jij gaat hier dan de zaak overnemen? Ja, per 1 juni neem ik de zaak over. En ik probeer het te houden zoals het is. Dus, alle onderdeeltjes die blijven bestaan. Ja, en dat is natuurlijk, er wordt hier van alles verkocht, maar de zaak is inderdaad, het is echt een onderdelenhuis. En ik vergeet nooit, dat heb ik toen ook geschreven, dat met zo'n onmogelijke stofzuiger kwam ik aanzetten. En daar is dan toch weer een zakje voor dat erin past. Maar jij bent natuurlijk wel een stuk jonger, dus dan is de eerste vraag van, is jouw kennis al net zo groot als die van hem? Of, Nee, niet zo groot, maar ik denk dat ik wel in de buurt kom. Ja, maar je werkt al 18 jaar in het vak ook. Klopt, ja. En ook veel in onderdelen. Wat deed je bij me net? Was je daar monteur of was je daar... Ja, onderhuidsmonteur eigenlijk. Ja, witgoedmonteur. Ja. Ja, nou dat... Dus repareren van wasmachines, drogers, koelkasten en alles wat ingebouwd staat. Ja, nou en deze zaken, die kende jij natuurlijk ook al lang. Ja, want ik kwam hier ook, voor ik me net kwam ik hier al onderdelen halen vroeger. Dus, dus dat was al bekend. Ja, dat is ontzettend leuk. Dus dan wensen, ik feliciteer jou hartelijk met je nieuwe zaak. Ja, en ik dank jou hartelijk namens heel de stad. Ja. Voor 33 jaar, dat is echt buitengewoon. Ja. En als ik het zo hoor, dan blijf je wel gewoon in de buurt. Dus we zien je nog regelmatig. Ja hoor, en ik kom Robin af en toe nog een beetje helpen als hij hulp nodig heeft. Ja, dat doe je ook gewoon. Je draagt het netjes over. Ja, ja, nou, ja, dat is super. Maar het is natuurlijk toch nog een beetje ons kindje. Ja, dat geloof ik. En nee hoor, we geven Robin de volle support. En, ja, nou, dat komt helemaal goed. Ja, zien nog wel. Ja, ik hoorde jullie net al keihard lachen toen ik binnenkwam. Dus dat contact zit wel goed tussen jullie twee. Ja, gelukkig wel. Blijft een feestje. Nou, super. Dank jullie wel. En heel veel succes. We zien elkaar weer wel. En aan alle klanten die hier altijd zijn geweest, hartelijk bedankt. Kijk, dat is echt heel netjes. Dank je wel.